Wat gaan we doen? We gaan een feestje geven. Vandaag gaan wij ons eigen feest organiseren. Nou ja, eigenlijk niet vandaag, maar we hebben het al een tijdje geleden gedaan. Maar vandaag is de dag dat het gaat plaatsvinden. Let's go, we gaan richting Haarlem, richting Patronaat. En dan gaan we kijken wat voor gekkigheid het wordt vanavond, jongens. Ruud, wat zijn we nou vergeten? We moeten nog even een paar mooie opblaasballen hebben hier nog. Ja, we hebben echt zieke opblaasballen, jongens. Niet normaal. Bij een leuk feest hoort natuurlijk ook een goede aankleding. Dus we hebben echt van die ziek grote ballen gekocht. En die moeten we ook nog gaan opblazen. Dus dat... Ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit gaat zien. Maar het wordt waarschijnlijk heel vet. Kijk eens. Zijn dit ze? Zijn ze. Hoe groot zijn ze nou? Voor mij is het gewoon 180 centimeter. Dus eigenlijk langer dan jij bent. Oh. Dus die bal is straks groter dan mij? Ja, dat ze zeggen wel dus. Holy shit, nou jongens, we gaan het zien. Dit is dus de zaal, jongens. Kijk eens even. En hier staat de DJ set. Dit is dus de zaal, jongens, waar het allemaal gaat gebeuren. Zoals jullie zien, het is nu nog helemaal leeg. Maar straks staat het helemaal vol met 700 jongens en meiden. Gaan jullie ook optreden? Ja, wij gaan twerken toch achter jou. Oeh, gaan jullie twerken? Oeh, ja. Gek hoor. Niek en ik die gaan de hele avond waarschijnlijk MC'en. We hebben ook DJ's geregeld en zo. En Joyliana komt ook optreden, maar die gaat volgens mij zelf MC'en. Maar Ruben gaat draaien, dan gaan wij MC'en. Ricardo gaat draaien, dan gaan wij MC'en. Dus het wordt gezellig, jongens. Holy shit, kijk nou even deze zaal. Nu is het helemaal rustig en straks helemaal vol. Mag ik naar binnen? Nog niet. Waar sta jij dan? Ik sta hier binnen, maar jij moet even met Bas naar Aardenhout rijden. Een pomp. Hoi. Ja, maar ik heb zelf ook een pomp, maar als er niet aan mij gevraagd wordt, neem hem mee, dan neem ik hem niet mee. Ja, maar hij was te klein. We hebben dus van die hele grote ballen, alleen het enige wat we nodig hebben is een pomp. Maar een goede pomp, want met een klein pompje lukt het niet. Niek, heb je er zin in? Ik heb er zoveel zin in. Wil jij vast deze jas meenemen? Er zitten allemaal camera-spullen in. Ik ga een hele mooie foto van jou maken vandaag. Oké. Oké, nou gaan jullie maar even de pomp halen, jongens, want we hebben een pomp nodig. Even pompen. Doei! Doei doei! Ik sta nu buiten, maar ik ben opgesloten. Want de deur is dicht. Daar is de deur. Maar hij is dicht. Die meiden staan daar boven, want daar is onze kleedkamer. Ze doen niet open, ze moeten hem even zien. Want ik wil naar binnen. Nou, bedankt. Bedankt, meiden. De laatste voorbereidingen, jongens. Planten neerzetten. Daar staat het. Hoppa. Het is een beetje donker, maar het is gewoon zo'n gek idee dat de zaal nu helemaal leeg is. En straks, over een paar uur, staat het helemaal vol met 700 jongens en meiden. What the fuck. Kijk eens even, jongens. Daar is hij. Ja. Eerlijk, ziet er wel echt gek uit. Ja, zeker. Zag je net de ruimtevaart erin komen? Ja. Holy shit. Party! Ben jij Niek Rozen? Yes. Ben jij Vincent Visser? Ben jij de MC ook van vanavond? 100%. En we hebben iets meegenomen. Holy shit. Onze outfits van vanavond. Het is toch een hele grote bal? Ja, het is een mega grote bal, die gaat het publiek in gooien. Top. Dat is film. Dan sta ik nooit op beeld, dat is ook niet leuk. Wij gaan dus vanavond ook MC'en. Nou, Vincent's shotje is ook weer. Nu gaat hij weer achter de camera staan. Dankjewel. Dat wilde ik eigenlijk even zeggen. Maar meiden gaan ook stiekem even een drankje halen. Ja, die gaan ook top. Die gaan een pilsje halen. Een klein pilsje kan nooit kwaad. Hoe laat begint het eigenlijk? 7:30. Oké, goed om te weten. 7:30. We gaan iets later open, want het duurt nog even 3 kwartier voordat de ballen op vol zijn. Wat voor toon. Nou, ik heb Gaat goed? Nee, dat zag ik ook. Ja. Ik sta dus de hele avond backstage ballen op te pompen, heb ik nu het idee. Is dat jouw taak? Nee, inderdaad, dat is jouw taak. Kijk een beetje, Joop. Er is dus een massagestoel. Eerlijk, dit is toch helemaal top? Maar je werkt niet. Ja, maar dan moet je hem aanzetten, kneus. Zo, man. Het ziet er echt top uit. Wat heb jij toch een fijn leven zo, hè? Wow, ik had niet verwacht dat ik een massagestoel ooit lekker zou vinden, maar het is echt top. Mijn moeder is ook masseur, maar ik ga gewoon nooit meer naar mijn moeder toe, denk ik. Ik ga gewoon altijd in zo'n stoel zitten. Wel chill dat iemand anders de taak hebben gegeven om vervolgens alle ballonnen op te pompen, terwijl het eigenlijk ons feest is. En wij gaan wel lekker in de massage. Pas het niet lekker? Nee, niet. Hij is wel groot, hè? Hoe? Ja, inderdaad. Ik ga even geluid testen, trouwens. Oh ja, wij gaan even mee. Niek, kom, we moeten aan de slag. Niek, hoe gaat het uit? Ja, dat zegt hij net, dit. Nou, blijf jij maar hier. Wacht!
Alright. Gaat het lekker, Vin? Ja, niet van het podium af flikkeren vanavond, hè? Nee, wij moeten dus, Niek, wij moeten straks dus ook hier MC'en, hè? Oh, die shirt, ik krijg nu wel een beetje... Nee, angst. Is dat helemaal vast, vol straks, toch? Wij moeten straks dus zo 1, 3, 2, 1. Ja, dat kan je wel, hè? Ja, en dan springen we eraf. Weet je welk nummer ik echt nog even wil graag, dat wil ik echt graag dat die gedraaid wordt? El Toreador. Mag dat? DJ, kan ik die nog aanvragen? Hij is helemaal mooi nog. Hij zit helemaal op de monitor. Oh. Dit wordt zo leuk. Hey, eerlijk. Dit wordt zo leuk. Als je dan zeg maar nu zo naar de zaal kijkt, dan denk je van, oh ja, dit is gewoon ons feest straks. Dit is gewoon jee. Ik kom hier straks 700 man, komt hier gewoon... staat gewoon vol. Het staat echt ramvol straks. Ziek, hè? Kijk jongens, hé. Hey. En de DJ is al even aan het oefenen. Hij zit te roken. Wat zei je met jeetje! Jeetje, man! Wat girl voor life? Wat girl? Wat girl? Kan je eigenlijk wel draaien, Vin? Oh, wat doe je dat toch goed? Gewoon op start drukken. Wil je je boeking cancelen vanavond? Vincent er is wel. Als Vincent... Ricardo, je moet niet zo fucking stoer doen. Jij stomme Rick. Wil je wie? De fee is verdubbeld. De fee is verdubbeld? Ja, hey, wat voor muziek ben je van plan een beetje te gaan draaien? Want je bent natuurlijk het laatste uur, dus we moeten wel echt eruit gaan met een bang. Wat voor muziek wil je dat ik ga draaien? De Toreador. Van links naar rechts, snolle bolletjes. Die ene remix van Vluchtstrook, die heeft Vin op zijn laptop. Ja, of ik heb zo'n Vluchtstrook remix met Sound Hardstyle, dat is ook dik. Ja, je wil gewoon rammen dus. Deze bal is fucking groot. We gaan deze wel vast hier zo neerzetten. Ja, dat is handig. Het ziet ook nog gewoon leuk uit, toch? Ja. Holy shit. Kijk even hoe groot die bal is, vergelijk met u. Na een tijdje gooi je het gewoon lekker erin. Ja. Weet je wat, fuck it, we gaan gewoon het decor, we gaan het slopen! Dat kunnen we toch doen? Dat we gewoon doen alsof het niet de bedoeling was. Nou ja, maar niet te gek. Het moet natuurlijk niet te gek doen, het is wel een 12 of 16 jaar feest, hè niet? We gaan het patronaat afbreken! Dat heb ik nooit gezegd. Twee kleuters die hun eigen feest organiseren voor 700 mannen en vervolgens dit het super leuk vinden. Wij vinden dit fantastisch om te doen. Wat is dit? Dit is hier een reggae concert ook. Echt? Is het al begonnen? Kom, we gaan blowen. Kom, ja, even kijken. Hoe zet je dit aan? Die knop waar heel groot een pijl staat met zeg maar aan, weet je wel? Dat is zo echt fucking groot. Ja. Oh! Dit vind ik wel echt. Oh! Oeh! Ik ben kapot. Nee, ik kan er nog in, toch? Serieus, je hoeft alleen maar te pompen en zelfs dat lukt niet. Hallo, ga jij even lekker pompen? Hey, pomp even door! Maar hallo! Hey! Doorpompen! Ja, maar dit is. Hoe kan ik dat? Sorry. Ik ben al gaaf voor jou natuurlijk, hè? Oh, dit is echt een leuk filmpje. Ja? Ja. Dit geeft ook precies... Heb je al dat ding in je hoofd? Nee, ik heb nog niks in mijn reet. Ja, dat komt straks als een soort bal ineens. Oh! Ja, precies nu! Oh! Dit vind ik totaal niet... Nee, dit is niet jouw ding. Oeh! Het is echt niet alsof ik dat echt super lekker vind. Het is echt... Oh! Oeh! Ik weet niet hoor, we gaan over 5 minuten open en die bal gaat ineens opgepompt. We hebben nog zo'n grote bal opgeblazen jongens. Het duurde even. Maar hij is er. Ja, nu moeten we hem hier naar beneden krijgen. Kijk nou uit. Elf. De deuren zijn open. Het is wel druk, hè? Ja, het is
druk. Holy shit. Wij moeten ook een kwartiertje optreden, hè? Ja, wij moeten ook een kwartiertje optreden. Wij gaan MC'en, hè? Gek. Hey. Goedenavond, Haarlem! Hebben we er een beetje zin in? Ik wil iedereen naar voren hebben. Ik wil iedereen naar voren hebben. Mensen op mijn kop, kom lekker naar beneden. Kom lekker naar beneden. Kom naar beneden. Jullie allemaal, lekker naar beneden komen. Hebben jullie het een beetje leuk? Ik vroeg, hebben jullie het een beetje leuk? Potjandori, wat een show, Niek. Hey. Heb jij nou. Heb jij nog maar een handdoek aan? Gozer, maar. Ja, ik heb even geen shirt aan, omdat het echt super warm was, die show. Dat heette dat springen en zo. Maar eerlijk, ik vond het goed gaan. Ja, het ging goed. We hebben gefeest. En op een gegeven moment kwam er ook een hele moshpit. Yeah, what's up, bro? Ja, lekker. Kom binnen. Ik dacht dat jij verjaardag had. Ik hoor dat jij dus gaat optreden. Ja, ben je gek? Gezellig, man. Je bent. Helemaal gek. Ik wil niemand. Ricardo moet afsluiten zo, jongens. Gaan we even gek doen. We gaan gek. Wij moeten weer MC, hè? We gaan gek, broer. We gaan gek. 1, 3, 2. Kom binnen. Met je pizza. Jongens, dat was hem. Holy shit, wat een avond. Was hij geslaagd? Niet normaal, ik ben dood op. We hebben 2 uur op. Ik snap het wel hoor, ik snap wel dat je dood op bent. Jezus. Zo, we hebben gesprongen man, niet normaal. Mijn stem is ook gewoon een beetje naar kloot. Dat betekent altijd dat het een goed feestje was. Ja, mijn stem is ook echt redelijk naar de kloten. Maar we hebben geschreeuwd, we hebben gedanst. Klinkt nog goed? Ja. Maar echt jongen, die zaal ging helemaal gek. Helemaal gek. Op het laatste moment... Ja, volgens mij was iedereen gewoon high on life. En we waren uitverkocht, jongens. Dus als je de volgende keer bij wilt zijn, als je naar de beelden kijkt en je denkt van wat een topfeest. Dan moet je volgende keer er sneller bij zijn en je kaartje kopen. Hè, nu? En nu gaan we lekker slapen en lekker naar huis. Het is mooi geweest, jongens. Ja. Oh. Later.